Hier in de Hartlounge van het nieuwe Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis kunnen de patiënten zich rustig voorbereiden op de operatie en herstellen na de operatie. De Hartlounge is speciaal ingericht om de patiënten wat meer op hun gemak te laten voelen. Als je iemand in bed legt in een ziekenhuis, dan worden ze patiënt. Dan zet je ze in een stoel aan een tafel met een tijdschrift voor de televisie, dan worden het weer een beetje gewoon mensen zoals thuis. Uh, mensen herstellen sneller en beter ook in een wat meer huiselijke omgeving. Dus die hartlounge waar we nu staan, uh, waar mensen die voor geplande ingrepen komen, dat is, dat is zo'n huiselijke omgeving. Dat vind ik een, een prachtig, uh, prachtig iets van het nieuwe hartcentrum. Vanuit de hele regio komen mensen met hartklachten naar het Katarina ziekenhuis. Ook mevrouw Van der Heijden werd doorverwezen naar het hart- en vaatcentrum. De nieuwe hartlounge valt bij haar in de smaak. Tot nu toe ziet het er allemaal heel mooi uit. Het is echt wel uh, ja, een beetje dat, uh, dat gezellige gevoel. Hè? Niet het ziekenhuisgevoel dat ze willen, willen duidelijk maken, maar een beetje het gezellige. Nou ja, goed dat... Uh... Dat hebben ze voor, voor zover ik kan zien wel bereikt. Mevrouw van der Heijden ondergaat vandaag een ingreep waarmee hartritmestoornissen verholpen worden. Ze is een van de eerste patiënten die de operatie in het nieuwe centrum ondergaat, waar met de nieuwste technieken gewerkt wordt. De behandeling zoals we dat zouden doen doen we ook bij haar. Daar is niks nieuws aan. Maar de stralingsdosis die wij met elkaar als personeel vangen en de stralingsdosis die mevrouw vangt is aanzienlijk lager met de nieuwe apparatuur dan daarvoor. De hoeveelheid straling is zelfs afgenomen met 70 procent. En mevrouw van der Heijden? Die voelt zich goed na de operatie. Ik heb nu alleen nog een drukverband bij mijn, bij mijn lies waar ze met de katheters in zijn gegaan. En voor de rest heb ik eigenlijk nergens last van. Het centrum behandelt enkele duizenden patiënten per jaar.